Welkom. Phoenix 2020 is een toeristisch project, geïnitieerd en geleid door Westtour, dus door de West-Vlaamse provinciale toeristische promotiedienst, waarbij alle gemeenten van de Westhoek werken rond de wederopbouw van een 100-tal jaar geleden. Dat wil zeggen dat er in heel veel verschillende gemeenten tentoonstellingen, evenementen, wandelingen en dergelijke georganiseerd worden, allemaal rond het thema van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Deze tentoonstelling, die ook Phoenix heet, is een beetje de algemene inleiding op dat verhaal van wat er hier 100 jaar geleden gebeurd is. Robert en Maurice Anthony waren twee Ieperse fotografen, twee broers, geboren en getogen in Ieper, die al voor de Eerste Wereldoorlog hun stad heel ruim hebben vastgelegd op beeld, die ook de vernietiging in 1914-15 hebben vastgelegd, maar die na de Eerste Wereldoorlog, hoewel ze niet teruggekeerd zijn naar de stad, ze hebben zich elders gevestigd, hebben ze toch heel de wederopbouw in honderden foto's vastgelegd. Hier in deze tentoonstelling hebben we een aantal van hun zeer sprekende foto's zeer groot afgebeeld. Maar je vindt ze ook terug in het landschap. Op meer dan 30 plaatsen doorheen de hele Belgische Westhoek zie je dus zeer grote foto's op de plaats waar de foto genomen is. En ook in de binnenstad van Ieper zijn er meer dan 300 affiches verspreid met daarop de huizen waar tegen dat die affiches hangen, zoals de Antoniese in de jaren 20 gefotografeerd hebben. Maar de Lakenhallen zijn niet één, maar ik denk het symbool van de wederopbouw van West-Vlaanderen na de Eerste Wereldoorlog. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de geschiedenis van dat gebouw. Het was het ijs opnieuw. Het grootste gotische gebouw ter wereld dat geen kerk is. Gebouwd als markthal, zeer oud, wereldberoemd al voor de Eerste Wereldoorlog, zeker bij architecten. En dat gebouw wordt in het begin van de oorlog met de grond gelijkgemaakt in een brand en wordt een van de symbolen van de vernietiging van cultuur tijdens die oorlog. En tijdens de wederopbouw wordt dat inzet, de Lakenhallen en de onmiddellijke omgeving van de Lakenhallen worden inzet van een symbolenstrijd tussen vooral de Britten en de plaatselijke bevolking, de Ieperlingen. De Britten die willen eigenlijk Ieper, of een stukje van Ieper, en dan vooral de Lakenhallen, als ruïne behouden. En de bekendste woordvoerder daarvan was Winston Churchill, die toen minister van Oorlog was. Terwijl dat de Ieperlingen eigenlijk voorstander waren om hun stad identiek herop te bouwen. En om een heel lang verhaal kort te maken, uiteindelijk, een beetje het verhaal van David tegen Goliath, uiteindelijk heeft de plaatselijke bevolking het gewonnen van de Britse politiek en is dus de Lakenhallen langzaam heropgebouwd geworden. Eerst het Belfort tegen 1934 en de Lakenhallen zelf zijn pas klaargekomen in 1967. Dus je kan eigenlijk terecht zeggen dat dat het symbool is van de wederopbouw, niet alleen van Ieper, maar eigenlijk van heel de Belgische Westhoek. Er is een duidelijke link tussen de wederopbouw hier in de streek en Frans-Vlaanderen. Het is te zeggen, met één bepaalde stad in Frans-Vlaanderen en dat is Belle. Want eigenlijk in Frankrijk is de wederopbouw op een andere manier gebeurd. Veel centralistischer en in een veel modernere stijl, terwijl dat een manier naar het verleden gaan kijken is. En in Belle is eigenlijk een uitzondering op de Franse regel. Met name in Belle heeft men van die tabula rasa van die vernietiging in de Eerste Wereldoorlog gebruik gemaakt om het Vlaamse karakter in de architectuur te gaan versterken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die heveltjes die gemaakt zijn voor de wederopbouw van Ieper, maar dat zijn heveltjes die perfect ook in Belle, dat je perfect in Belle zou kunnen terugvinden. Belle ziet er nu veel Vlaamser uit van architectuur dan voor de Eerste Wereldoorlog, precies door die wederopbouw waar men eigenlijk naar het Ieperse en het West-Vlaamse voorbeeld gekeken heeft.
verhaal van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog is ook voor vandaag zeer relevant en zeer belangrijk. Op bijvoorbeeld twee manieren. Enerzijds zijn er nog altijd gebieden, Syrië bijvoorbeeld, die door oorlog vernietigd worden. En in sommige gevallen, en opnieuw is Syrië een mooi voorbeeld, kijkt men echt naar wat er hier in de streek gebeurd is 100 jaar geleden om inspiratie op te doen. En zegt men, ja, als het daar gelukt is, het zal bij ons ook lukken. Dus dat is ook weer een verhaal van hoop. En anderzijds, we moeten nog maar kijken wat er nu de laatste maanden gebeurd is. Coronacrisis, we moesten allemaal in ons kot blijven. En dan moet het leven langzaam maar zeker hernemen. Net zoals dat, ook al zijn de is de aard van die crisis niet te vergelijken, maar net zoals men na de Eerste Wereldoorlog moest terugkeren en ook het leven helemaal hernemen. Dus in die zin kan dat verhaal van de wederopbouw zowel voor onszelf als voor de buitenwereld nog zeer veel inspiratie bieden.